oefening die je nog kan doen, die je bijvoorbeeld op een matje thuis, zelfs voor de televisie, misschien zelfs met een van de kindjes erbij kan doen. Dat is gewoon gaan liggen steunen op de ellebogen en eigenlijk een soort van schaarbeweging doen met de benen. Heel belangrijk is dat je de onderrug tegen het matje houdt. Als je voelt dat het wat te moeilijk is, dan doe je de benen wat meer omhoog. Heb je het gevoel dat het makkelijk gaat, dan ga je de benen naar beneden. Doe dan een keer of 10, 15. Ik ben zelfs al een beetje buiten adem. Het is toch wel een oefening die je heel snel gaat voelen. En dat is ook natuurlijk wel prettig als je direct effect voelt van je oefening. Niet simpel deze buikspieroefening. De uitgangshouding is primordiaal. We zorgen ervoor dat de navel ingetrokken is en de onderrug goed tegen de grond. Hoe lager u met de benen over de grond beweegt, hoe moeilijker de oefening is. Voor deze oefening moet je zelfs niet op een matje liggen, maar kan je dat evengoed doen als je iets aan het lezen bent op de tablet of iets anders aan het doen bent. En dan kun je eigenlijk ook gewoon een beetje die oefeningetjes doen, hè.